Hey jongens van Shadow Games 23, ik ben Ronald en vandaag ben ik hier samen met Joran hier zo. Ja, en we spelen weer Skyblock naar. Nou, hoe lang is het nog niet geweest dat we Skyblock hebben gespeeld? Zeker 6 weken, want zo lang ben ik weg geweest. Ja, de kerel heeft 6 weken een beetje onder de klapperboom zitten te niksen. Even kijken, goed. Eerst naar Oostenrijk, Carinthië. Oh nee, wacht, eerst naar Drenthe en daarna nog naar Oostenrijk. Dus Ja, ja. en we hebben een persoonlijke schaatsbaan hier. En ja, dat gras, jongens, dat moet helemaal hier naartoe groeien. Helemaal daarin, zodat we daar animals kunnen laten spannen. Geen idee hoe we dat moeten doen. Maar dat zullen we nog wel zien. Eens even kijken. Wel, wat staan nou al op de goals, Johan? Pak die goals er eens even bij, jongen. Oké, dan moet ik die heel verzoeken. Lol. Lol. Die heb ik ergens verstopt, volgens mij. Oh ja, Minecraft files. De Skyblock challenges. Oké, Gaan we eens even order op zaken stellen hier. make a giant red mushroom. Al gedaan. Oh ja? Ja, jongen. Oh ja, dat is waar ook, ja. Ben ik vergeten. Make 10 mushroom stew hebben we ook al gedaan. Yep. Craft 10 jack-o'-lanterns. Dat hebben we nog niet. Craft 10 bookcases. Collect 10 enderpearls. Craft 10 black wool en al die kleuren wool moet je hebben. Craft 20 paintings. Ja, paintings hebben we al gedaan. Nee, toch nog geen 20. Jawel. Echt. Ja. Sorry, ik ben lang weg geweest, ja. Craft 5 gold ingots. Ja, dat hebben we. Plus nog 21 nuggets. Craft 10 stone buttons. Dat moeten we ook nog doen, volgens mij. Craft 20 ladders. Dat moeten we volgens mij ook nog doen. Craft 10 levers. Craft 10 trapdoors. Collect 64 bone meal. Craft 20 cobblestone stairs. Craft 10 wooden pressure plates. Craft 10 pressure. Stone pressure Oké, plates. dus in principe allemaal van die onzin. Nou goed, jongens, dan moeten we dus maar En dat zijn eventjes. de enigste dingen die we nog moeten doen. Ja, maar we Maar hebben dus dieren we nodig. willen. Ons goal is om er ook echt een eiland van te kunnen maken waar je echt kan overleven. Hè? Dus waar je echt dieren kan krijgen en alles. Ja, we moeten dus achter dieren aan. Nou, eigenlijk was, weet je nog, onze originele goal? Nee. Dat we naar de vaste wereld willen gaan. Eerst dit leefbaar maken en daarna naar de vaste wereld gaan. Dus wat jij nu zegt is, jij wilt naar de vaste wereld. Dat was ons plan in de eerste aflevering, toch? Ja, oké, dat klopt wel, ja. Even Als kijken. er al een vaste wereld is, hè. Ik. Holy cut, even kijken. Hij. Oké, dat ga ik me niet herhalen. Even kijken, goed. Nou, we doen al die zombie hersens doen we in een apart kistje, want... Ik ben helemaal simpel van, even kijken. Dump, 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 dump. Dump, 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 oké. Pick our Maar wheelie, ja, op jongens. Ronald server kregen we al best wel wat vragen van is dit en dat gestopt? En nee, zoals je ziet, we zijn niet gestopt. Alleen ik ben dus lang weg geweest. Heel lang. Gigantisch. Volgend jaar ben ik maar 3 weken, dus ja, dat is wel wat fijner. Dat Oké. heb ik afgesproken met mijn ouders. Oh god, die shitload aan gold swords, weet je nog, met die zombie picks. Ja, ik heb hier bo. Oh, je bent hier bo. Ben jij hier boven bij mij? Nee, ik ben in mijn hut. Oh ja, hier heb ik ook nog een hele shit lopen van die rotzooi. Hebben we nog eten trouwens? Volgens mij. Heel wat melons en potatoes. Oké, dan neem ik die melons maar eens even mee zo. Oh, een Enderman. Oftewel een Enderdinges. En de dude. Ja. Niemand Oh, mag hier is dat. er ook een. Want we moeten nog één Enderpearl en dan kunnen we die goal ook afstrepen. Ik ben trouwens ook achter iets kleins gekomen. Dat zag ik toevallig ergens een keer. Als je met een zwaard bijvoorbeeld een meloen kapot slaat, dan heb je de kans dat het aantal meloen dat je krijgt wordt verdubbeld. Ja, oké, okay, ja, dat heb ik wel gemerkt met de pumpkin, want die kun je makkelijker slaan met een axe. Dat weet ik. Ja, en bij meloen is het een zwaard en dan heb je kans om het dubbele te krijgen van wat je normaal krijgt. Oké.
Dat is wel pretty, pretty nice. Lol. Kijk, want ik krijg nu 6 en normaal kan je 3 krijgen of 4. Dus dat is... Ja, oké. Best wel awesome. Kom hier, jij stom enderdinges. Oh god, nu moet ik weer denken aan dat liedje. Enderbusters! Ja. Tudududu, godsamme, hé. Al die mobs hier. Nou ja, en als jullie mij niet meer op de surf zien vooral, dat de nieuwe server, dat komt omdat ik een probleem heb. Can't resolve hostname. Ja, dat is heel falend. Als één van jullie weet hoe je dat verhelpt, stuur dat alsjeblieft in de description. Ja. Want bij mijn vader kom ik er gewoon op met lag alleen, want mijn vader heeft een beetje slecht internet. Maar hier bij mijn moeder kan ik er opeens helemaal niet meer op, dus ja. Ja, ik had wel gemerkt dat andere mensen er soms ook niet op konden, maar dat ligt aan de host dan, denk ik. Ja, daar staat can't resolve hostname. En ja. Dat, ik heb alles goed getypt, we hebben zelfs nog geprobeerd met de ping erbij. Ja, dus met zo'n apart IP-dinges. Oh, maar hier, Joran, hoe moeten we naar het vasteland komen? Mag ik dat weten? We kunnen nou uiteindelijk gaan beginnen met, hoe het nou... met het maken van gewoon een cobblestone brug. Of van iets, een materiaal. En dan uiteindelijk kunnen we het misschien uitbreiden met railroads. Dat je wat sneller je verplaatst. Maar dat is allemaal heel leuk en aardig. Maar hoe komen wij aan kool of redstone... Zodra we bij het vasteland zijn. Oh ja. Ja, oké, okay, ja, dat is wel een idee, ja. Maar ik dacht... Zoals ik heb gezien, Captain Sparkles, die heeft, dat heeft hij wel gecheat. Nou ja, deels. Maar hij heeft, nadat hij bij het vasteland was, heeft hij heel wat gemined en heeft hij een soort van systeem opgebouwd. Het is een soort van metrostation. Daarin zitten aan de zijkanten zit van die pistons die verschuiven, zodat je dingen heen en terug kan versturen. En in het midden railroads die allebei de kant op gaan, zodat je dingen kan doorsturen. Ja, dat is wel heel handig. Dat kunnen we doen, in principe. Alleen wat wij gewoon... Ja, oké, okay, nou de goal van de 10 enderpearls die is ook al klaar, die heb ik nu. Maar we moeten dan dus in principe met hout, want dat doen we gewoon wood slabs, want dat lijkt mij handig. Want om dan nou allemaal cobblestone te gaan mijnen, maken we gewoon bomen op, pakken we bone meal en dat laten we gewoon weer bomen groeien en die haken we gewoon allemaal weg. Ja, ik heb 6 stacks en bone meal in mijn hutje, dus. Ja, er zitten ook nog 20 stacks met alleen maar bones boven, dus ja, reken maar uit. Maar goed, dan moeten we dus heel veel hout gaan kappen en welke kant op is het vasteland dan? Voor mij elke kant op, het maakt echt niet uit waar je naartoe gaat, maar het duurt even. Oké, okay, nou dan gaan we denk ik die kant op bij Joran's farm, want daar kunnen we nog heen. En ik heb Optifine weer geïnstalleerd, alleen niet de Ultra, maar gewoon de normale versie, want nou, die is gewoon een stuk beter. Zo, en ik heb dit even in een kwartiertijd of zo, is iets van 20 minuten nog gevreten of zo. Oh, godsamme, hey, even kijken. Nou, we gaan maar eens even wat materiaals maken. Huh? Wat zit hier nog? Kijk, een appel. Oh, kijk, een appel. Apples. Apples. Even kijken, waar is daar fucking... Hadden we niet een wooden pickaxe hier ergens of zo? Voor mij zit in de chest buiten nog wel een pickaxe. Nee, dat heb ik allemaal opgeruimd. Oh, wacht, hierin denk ik. Nee, die in naast de deur bij de crafting table. Nee, dat heb ik weggehaald. Oké, wacht even, dan heb ik misschien... We hebben überhaupt ook geen wood meer, hè? Dus ik heb 25 wood. Ja, oké, okay, geef maar even. Dan maak ik even wood pickaxe en dan... Dat is geen wood, dat is een sapling. Godsamme. Zo. Even kijken. Hup, 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 hup. Zo, sticks. En dan even hup. En hup, ziek idee. Zo. En mag niet gemijnd worden met een wooden pickaxe, want die is dan voor nood gevallen. Nou, dan ben ik even 3 cobblestone. Of nou ja, 2, want er zat er 1 in. En dan gaan we eens even wat wood kappen. Heb ik net al gedaan. Alle boompjes zijn op dit moment weer aan het groeien. Ja, oké. Okay. En ik kijk ook nog wel of ik nog wat hout heb of nog. Ik heb hier nog wel 40 bones. Huppakee, 2 stacks met bone meal. Er zitten ook nog 2 stacks in de chest bij de tree farm. Dat is helemaal mooi. Nou heb ik een pickaxe gemaakt, oké. Okay. Nou ja, whatever. Hebben we toch nodig. Maak ik het ook maar meteen. Maak ook meteen een boog als tenminste string en pijlen. We hebben 54 pumpkins. Nou, ga die jack-o'-lanterns maar maken dan.
Kunnen we dat ook afstrepen? Zo, ik maak wel even twee bijlen, want... Ah, kijk, ik kan een boog maken. Pijlen, saplings even hier een dumpen. Joran, we moeten nog iets heel belangrijks doen. Wat dan? We moeten de heilige boom nog eren. Oh god. Zou we dat echt vergeten? Ja. Het moet. Ik doe het alvast. Oh, heilige boom. Oh, heilige boom. Helboom. Oh, heilige boom. Wat? Niks. Zei u nou net? Hoe durft u, meneer Joran? Nou ja, eens even kijken. Trifon. Al die sommige deuren hier echt gaan de pressure plates maken. Oké dan. Wel, Joran, kom maar boompjes hakken met mij. Gezellig. We hebben echt heel veel wood nodig. Want dan gaan we dus naar het vasteland. Gaan we lekker diamond armor krijgen en alles. Nee, maar die beesten die halen we gewoon van het vasteland af. Want dat gras dat groeit allemaal niet en dat is gewoon wat nooit wat. Maar het gras groeit wel, hè? Alleen langzaam. Ja, fucking langzaam, ja. Nou, kom helpen dan. Hak, 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 hak. Trouwens, ik heb ook ergens gevonden, in plaats van van die fence gates, kan je ook, gewoon fences in de grond doen bij dieren. Dieren durven daar namelijk niet overheen te lopen. Heb je als het ware een soort van wildrooster. En dat is met real ook zo, hè? Ja, dat weet ik wel. Nou. Nee. Hey, ow, what the fuck? Doe jij? Niks, ik ben gewoon saplings aan het planten. Serieus? Komt er zo'n boom in mijn bakkers? Ik had zoiets van, what the fuck is dat nou? Stap nou. Stap nou. Heeft hij een sapling geplant, hoor? Mijn voeten. Nou, kom op, ga menen. Ik ga heel veel dirt op, want dan kunnen we eventjes weer wat meer bomen planten. Ja, is goed, we hebben ook echt geen 2-6 met dirt gecheat, hoor. Hallo, ik kan er toch niks doen aan die endermans? Ja, nee, daar is een plugin voor, hoor. Ja, nou, maar dit is een World normale... World heet die. Die heb ik in mijn server. Holy kut, als ik waar daar ik niet meer in kan. Ha? Huh? Waar ik niet meer in kan. Ja, dat is ook lekker. En ik moest nog een pixel art voor jou maken. Oh ja, kut zo hoor. Dat zit er niet meer in, denk ik. Ja, ik ga wel vragen aan een paar mensen die er hopelijk wat meer verstand van hebben. Ja, ik laat niet zomaar mensen in mijn server, hè? Hallo. Nee, ik bedoel, ik ga even zoeken hoe ik dat kan verhelpen. Maar zoals ik al zei, als jullie weten hoe je dat Can Resolve Hostname kan verhelpen. Ja, het is met een bucket server, by the way. Die gewoon is niet bij mij, niet bij mij. Dus mijn IP heeft geen zin. Nee, het is allemaal. Hij heeft een gehuurde bucket server. Dus die wordt door iemand anders draaiende gehouden. Ja. En op een een. We hebben alles geprobeerd. Ik heb. Ik heb alles precies zo getypt. Precies gekopieerd. En bij mijn vader kon ik er gewoon nog wel op precies hetzelfde IP. En nu ben ik bij mijn moeder en nu opeens niet meer. Dus ja, als jullie het antwoord weten, stuur dat alsjeblieft op. Oké, zo. Nou, Joran, help eens even mee. Het klinkt wel echt heel erg zielig om heel eerlijk te zijn. Ja. Zo van, help alsjeblieft. Ja, oké. Maar zo even door mijn Joran, en dan kunnen we... Ja, ik zoek heel veel naar mijn ex. Ah, hier. Ja, ik heb toch een ex bij me, mans. Ja, maar ik heb ook een ex. Hallo, we hebben allebei een axe nodig om te kunnen... Ja, ik blijf dat ding daarboven echt awesome vinden. Daar hebben we zoveel werk in zitten. Wat? Nou, in die mop dropper. Oh god, ja. Ze hebben gewoon een dag aan het mijnen geweest voor cobblestone. En gewoon alleen maar de hele dag... We hebben hem wel in creative gebouwd, maar we hebben precies berekend hoeveel cobblestone we nodig hadden. Nou nee, we hebben fly gebruikt om het te bouwen. Zeg maar, een soort van dan, want we donderden er steeds af.
En dat faalde Uiteindelijk heel hard. zorgde dat voor heel wat kamikazes van mij. Holy cut, maak hem dood. Oké, goed zo. Ja, sla die ook maar dood. Nee, jij emu! Waar is mijn zooi? Mijn zooi. Ik heb het. Mijn zooi. Joran, waar is het? Ik heb het. Oké, goed zo. Nou, breng me terug dan en dan gaan we die persoon maar eens even afsluiten. Dan gaan we een hele hoop met hout mijnen. Ja toch? We zijn al iets van 15 minuten bezig. Echt? Ja, ik denk het. Ja, ik denk het. Ja, oké. Okay. Ja, we hebben ongeveer 2,5 sterk ongeveer. Maar goed jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Tot de volgende keer. Laat even wat likes achter. Volgende episode gaan wij, denk ik, alvast beginnen met de brug naar het vasteland. Als jullie dus meer wat Skyblock willen zien, laat dan even wat likes achter. En dan laat je support even in de comments zien. En wel abonneer nog even en volg me even op Twitter, @ShadowGames23. En wel dan zien we jullie later. Dus ja, Johan, wil je nog wat zeggen? Ja, stuur de hulp op alsjeblieft als je het weet. Ja, voor die server. Dus ja, jongens. Later, mensen.